Vandaag werkt Geen Stijl TV voor één keertje samen met de fictieve organisatie Tankers Tezamen, die strijdt tegen de achterlijk hoge brandstofprijzen. En wat willen we? We willen een petitie 2.0 aanbieden aan het kabinet Rutte. We zijn een nieuwe organisatie gestart, Tankers Tezamen heet dat. En wij gaan een actie voeren tegen de hoge brandstofprijzen, want dit kan niet meer. Bent u daarmee eens? Ja, dat ben ik wel mee eens. Ja. Dan hebben we een beetje uw hulp nodig, want wat zijn we aan het doen? We willen een petitie aanbieden aan de Tweede Kamer. Ja. Het is aan het kabinet Rutte. En vroeger deden we dat met handtekeningen, maar tegenwoordig doen we dat met video. Wij staan op dit moment serieus door het hele land op 100 verschillende tankstations. En wij vragen de reactie aan mensen wat ze vinden van de brandstofprijzen. Daar maken we één grote videoboodschap van. En dat bieden we volgende week aan het kabinet Rutte aan. Ja. En dan wil ik u heel graag uitnodigen om even kort in de camera daar uw reactie te geven. Ik vind die brandstofprijzen reizen de pan uit. Nou, dat is een verschrikking, die benzineprijs. Die zakkenvullers in de Haag doen niks anders. Oké, uw aanvankelijke vraag was dus wat ik ervan vind dat die benzineprijs zo krankzinnig hoog is. Ja, ik vind het exorbitant. Zakken vullen en de arbeider maar laten betalen. Want het is er zo te schoren om te zitten. Een kwartje wil ik terug in 25 eurocent. Gezien de inflatie en niet in 25 cent uit de jaren 70. Dus hetzelfde is een kwartje van kok. Heb ze zak gevuld? Dan krijg ik een leren, maar. Ja, het wordt verhoogd in verband met onrust met Iran. In verband met hun kernprogramma. Maar dat is nog helemaal zover niet. En ondertussen wordt het wel verhoogd. En ik vraag me af wanneer dat ooit dan weer naar beneden gaat als die onrust voorbij is. Nou, ik wil even duidelijk maken. Ik heb vet lopen tanken net. Dikke 85 euro erin gegooid, terwijl ik in Duitsland een stuk minder kwijt ben. Ik zou graag dat de benzineprijs stukken omlaag ging, anders gaan we met z'n allen volgend jaar in Duitsland, België of in Frankrijk tanken. Ik ben zelf fotograaf, rij me helemaal de tering in de ronde. En wat Rutte doet, dat kan gewoon niet. Kan niet al. Nou, het is op het ogenblik verschrikkelijk, die prijs van de benzine. Ten eerste nog altijd dat beruchte kwartje van Wim Kok, die zijn eigen nu rijk ziet te maken bij de Shell. Heel, laten we het zo maar zeggen. Wij mensen, vooral van het bedrijfsleven, willen rijden en goedkoop. En dan gaan we harder rijden. Dan kunnen we meer verdienen en dat doen jullie gewoon niet. Ik vind het heel apart dat je voor 8 tientjes tanken maar ongeveer een 300 kilometer tot 450 kilometer kan rijden met je auto. Dat houdt dus in dat blijkbaar de brandstof tegenwoordig heel goed gemixt wordt. Als ze de kleine man dan nog meer pakken, dan kunnen we straks weer op de fiets allemaal gaan. He, en dan kunnen al die benzinemaatschappijen hun deur wel sluiten. Tankers Tezamen. En wij zijn een actie aan het starten tegen de hoge brandstofprijzen, de benzineprijzen. Ja. Vind je dat goed? Ja, dat vind ik heel goed. We hebben een beetje hulp nodig. Wat zijn we aan het doen? Vroeger bood je een petitie aan de Tweede Kamer met handtekeningen, dat is ouderwets. Wij staan nu, echt waar, door het hele land, 100 cameraploegen, reacties van mensen te filmen tegen het kabinet. Ja. En dat bieden we volgende week bieden we dat aan. En dan zou ik graag van jou heel kort even een reactie daar op camera willen hebben. En wat moet ik zeggen dan? Dat je het veel te duur vindt en dat je het achterlijk vindt. Dat willen we hebben. Oké. Dat wil je wel even doen. Ja, oké. We hebben nou ook nog helemaal geen mooie meiden op camera vandaag. Mijn benzinetank is tegenwoordig veel te duur. Het kwartje van Kok moet terug. En dit allemaal dankzij Wilders. Het kan niet meer. Het moet stoppen. Ik ben het zat. Al die prijs gaat omlaag, benzineprijs gaat omhoog. En dan maar zeggen dat het wat elkaar gekoppeld is. Ik geloof er helemaal niks meer van. Kwartje. Kwartje van Kok, jaren geleden. Een hoop mensen weten dat niet. Ik weet het wel. Nooit teruggekomen. Begin daar maar eens even mee. Ik wil even vragen wat ze zelf vinden van de hoge brandstofprijzen. Vindt u niet dat de benzineprijzen ook zo ontzettend duur zijn? Ja, maar ja, die maak ik niet. Dat is door het hele land zo. Het is wel heel erg duur geworden, hè, autorijden. Ja, ik weet het. Had u verder nog vragen?